Op deze akker in Den Hout heeft maandag een enorme brand gewoed. Een groot deel van het net gemaaide gras ging in rook op. Volgens getuigen zou de brand zijn ontstaan door een op afstand bestuurbaar vliegtuigje. De brandweer kreeg het vuur uiteindelijk geblust en doet onderzoek naar de oorzaak. Een 81-jarige man uit Laarbeek is maandagochtend dood gevonden in deze vijver in Beek en Donk. De man viel van zijn fiets en kwam daarna in het water terecht. Een voorbijganger zag een fiets bij het water liggen en waarschuwde de hulpdiensten. De politie laat weten dat het om een eenzijdig ongeluk gaat. Een explosie bij dit huis in Eindhoven zondagnacht. De schade is enorm. Delen van de gevel liggen in de voortuin en er ligt overal glas. In oktober vorig jaar was bij ditzelfde huis ook al een explosie. Toen ging er zwaar vuurwerk af terwijl een man en zijn dochter thuis waren. Het huis waar de explosie was stond al leeg. Volgens hun buurbewoner zijn de mensen die daar woonden uit huis gezet omdat er veel onrust in de straat was. Over het motief van de aanslagen is nog niets bekend. Wel is bij de vorige explosie iemand opgepakt, een 17-jarig meisje, dat in opdracht van twee mannen de explosie zou hebben veroorzaakt. Een kettingbotsing met 5 auto's op de A2 bij Budel maandagochtend. Bij het ongeluk waren 13 mensen betrokken, onder wie 4 kinderen. Alle inzittenden werden onderzocht, maar gelukkig hoefde er niemand naar het ziekenhuis. 3 auto's konden doorrijden, 2 auto's en 2 fietsen op een fietsendrager waren zodanig beschadigd dat ze door een berger moesten worden weggehaald. Ook hier in Raamsdonk-Sfeer ging het mis. Deze auto sloeg over de kop bij een botsing. Dat gebeurde waarschijnlijk nadat iemand geen voorrang verleende. Een van de mensen in de auto die over de kop sloeg werd door ambulancepersoneel nagekeken. De andere inzittende kwam met de schrik vrij. De bestuurder van de andere auto raakte licht gewond aan haar hoofd. En in Breda botste een man maandagochtend met zijn auto tegen een stoplicht. De klap was zo hard dat het stoplicht uit de grond werd gerukt en een paar meter met de auto werd meegesleurd. De auto kwam tegen een boom tot stilstand. De bestuurder kwam met de schrik vrij.